van dichtbij, ja, dan toch de 2-0. PSV en ADO Den Haag verzorgen zondagavond het slotstuk van speelronde 2 in de Eredivisie. Om 8 uur wordt er in Eindhoven afgetrapt. Het wordt alweer de 46e ontmoeting tussen beide ploegen in het Philipsstadion in de Eredivisie. In 1957 troffen beide ploegen elkaar voor het eerst. En het duel eindigde toen in 1-1. PSV won vorig seizoen met 3-1. Dumfries met links zelf. Ja, geweldig! Kon niet uitblijven. Doelpunt van PSV. En het is een hele fraaie ook. Daar de kopbal. En die gaat erin. Het is Malen die daarvoor zorgt. Vorig seizoen dus een 3-1 zege. En sowieso doet PSV het erg goed in de thuisduels tegen ADO Den Haag. Van de 45 eerdere ontmoetingen won PSV er 33. En de laatste 8 duels in het Philipsstadion werden door PSV gewonnen. Mertens nu voorzet. Nee, zelf. Daar is dan Mertens met 5-0. Geen buitenspel, Nassing. Mooi voorzet, daar is de voorsprong voor PSV. Depay. Zinchenko. Oh, goede bal weer. Geweldig gegeven. Geweldige treffer. De laatste keer dat PSV punten verspeelde thuis tegen ADO was op 5 februari 2011. En Vicento met Boulikin voorin, met Verhoek voorin. En deze bal is bijna perfect. Daar kan Boulikin niet bij. En dan gaat Verhoek, die gaat hetzelfde doen wat hij ook al deed in Amsterdam. En die verzorgt in de extra speeltijd. ADO de winnende en 3 punten en een unicum. Onze hoofdtrainer Mark van Bommel speelde in zijn actieve voetbalcarrière 3 keer met PSV tegen ADO Den Haag in het Philipsstadion. 3 keer werd er gewonnen en van Bommel wist zelfs te scoren. Park gaat goed dat duel aan. Park zelf. Yisoen Park. Weer op de paal van Bommel en dan is het nu wel raak. Het is toch de grote klasse van PSV dat wanneer het even aanzet, wanneer het de tempo opvoert, de tegenstander eigenlijk geen schijn van kans heeft, zoals nu. PSV en ADO gaan beide op zoek naar hun eerste competitiezege van het seizoen. PSV verspeelde punten in speelronde 1 op bezoek bij FC Twente en ADO verloor in eigen huis tegen FC Utrecht. Voorzitter, is wel goed, de kopbal is dat ook en het is raak. PSV via Dumfries op gelijke hoogte. Dan gaat Kerk uit de rug van Meijers die zich laat verrassen. Girano, Kerk, de voorzet moet toch goed zijn. En die is ook goed en zo is het 4-2. En dan wil ik hem graag afsluiten met de mooiste doelpunten. Want scoren deed PSV vaak in thuisduels tegen ADO. In de 45 eerdere ontmoetingen wist PSV maar liefst 128 keer het net te vinden. En dit zijn wat mij betreft de mooiste. Gerrits is bezig met PSV over contractverlenging en maakt zich zo natuurlijk heel sterk. Fantastische goal. Aanval loopt door, hier is wat de mooie van Martin Amrabat. Kessman moet naar zijn rechter. En doet het zo.